Michel, even, we zijn hier op vijfde jaar karting Eefde. Wat doe jij hier? Nou, ik ben hier gekomen omdat ik een beetje emoties hier bij deze baan heb. Omdat ik hier min of meer ben geboren in de kart, zeg ik dan maar. En 1977, 78 eigenlijk ben ik denk ik hier als eerste gaan rijden met mijn vader. Ik kom hier ook 20 minuten vandaan. En een jaar geleden heb ik ook meneer Bleumen gesproken. En toen ik dat hoorde wat hij er allemaal voor ging doen. Om die 50 jaar bestaan we even te vieren. Dat moet ik bij zijn. Ik heb gezien, dit is iets wat dat moet. Dus dan maar een keer mijn werk even laten liggen. Dan maar eventjes dan een keer. Ja, dit is. En ik vind het ook echt super hoe hij dat gedaan heeft. Met alles eromheen. Om toch voor ons eigenlijk, kartingsport natuurlijk, toch een beetje weer een lichtje te geven. Dus ik ben heel blij met zulke mensen. Het is heel circus geworden. En nu hebben ze hier heel veel aan de baan veranderd. Wat vind je daarvan? Nou, goed, erg professioneel. Het asfalt, hoe dat gelegd is dan, in de goede richting, het type. En ik moet zeggen, voor ons natuurlijk, wat niet velen weten, maar een kart kunnen we alleen maar verkopen als we een kartbaan hebben. Een kart kan niet rijden om je huis heen. Dus ons is dat heel belangrijk. Als zo'n man dat geld investeert en we hebben hier toch weer een leuk aantal rijders rijden, dan is dat voor ons natuurlijk van groot belang. Dus ik moet zeggen, zoals hij dat weer netjes heeft aangekleed, met die dingen wat belangrijk is, gewoon mooi asfalt, dat toch voor de karts het mooi vlak is, dat ze dan leuk kunnen rijden zonder dat het veel geld kost, kart kapot, dan denk ik, ja, dat is een man met passie en daar ben ik nog steeds hem dankbaar voor, want daar moet ik het van hebben, want zonder banen verkopen wij niks. Nee, zo is het. Hij mag ook weer mondjesmaat met tweetak gaan rijden hier. Goed nieuws? Ja, zeker. Kijk, hoe breder je dat kunt opzetten dan, hoe beter het is. En je moet de mensen mogelijkheid geven. Tegenwoordig is dat overal zo. Als je een auto koopt, dan heb je in zoveel modellen. Ik weet het zelf ook al niet meer. En dat is mijn karting ook. Dus ik denk, ja, hoe breder je uit kunt zetten op zo'n dag, hoe meer rijders je hebt. En dat is alleen maar goed. En daar ben ik heel blij mee. Nu weten we dat je tegenwoordig ook nogal involved bent in het KNAF Talent First programma. Kun je daar nog eens wat over vertellen? Hoe zijn de vorderingen daar? Nou, ik ben blij dat natuurlijk de KNAF daar voor toch wel, zeg ik, tijd en geld uit kan geven om toch nogmaals ook weer in de kartsport mensen te scouten die toch wel talent hebben, omdat natuurlijk kartsport toch wel de belangrijkste carrière is om in die Formule 1 te komen. En als de KNAF je daar ook aan wil meewerken, is natuurlijk dat heel erg belangrijk. Uiteindelijk is dat natuurlijk de bond die onder de FIA zit dat is natuurlijk voor mij natuurlijk heel goed. Talent in Nederland nog? Ja, zeker, zeker. Ik denk nog steeds dat Nederland heel erg goed doet. Ik vind goed, ondanks het aantal inwoners, maar ook het aantal kartbanen. Zo moet je tellen. Ja, als we dan zien hoeveel kartbanen Duitsland heeft, Frankrijk gigantisch. Dan denk ik, dan zijn we heel goed in Nederland. Ja, op een gegeven moment, wij hebben toch iets, denk ik, Nederlanders. Iets goeds dat we erg gedreven zijn. En als we iets willen voor dat doel gaan. Dat is toch wel weer elke keer waar Nederlands dan voor in mee rijden. Toch in uitblinken. Zeg, nu sta je hier met je vrachtwagen, tent. Heb je nog wat bijzonders meegenomen? Nou goed, wat ik altijd leuk vind, ik mag natuurlijk de kart altijd alleen van Lewis Hamilton. Die is niet van mij, maar we mogen hem altijd bij ons houden. En het is natuurlijk altijd voor mij leuk om bepaalde dingen, zoals van ook Nico Hülkenberg, die bij mij natuurlijk jarenlang heeft gereden. Toch bij ons een beetje geboren is. En dan zeg ik dan, voor mij één toch vorig jaar heb gereden. En alles wat ik natuurlijk daarvan mag krijgen en verzamelen. Ja, dat doet je nou wat. Als je ouder wordt, ga je die dingen respect geven. Dus dat is heel leuk, ja. Dus dat is wat we eigenlijk met je hebben, ja. Ja. Die kart van Lewis Hamilton, daar is hij ook kampioen mee geworden? Of? Ja, dat is echt de originele kart waar hij dus in 2000 Europees kampioen mee geworden. Ja, dat is echt, ik moet zeggen, de stoel, de kart, misschien de banden zijn dan niet origineel. En de rest eigenlijk, ja, is inderdaad. En wat natuurlijk ook leuk is natuurlijk dat Simon tijd heeft genomen. Simon Wiggers, die natuurlijk in de afgelopen ronde van 9 kampioenschappen heeft gewonnen in Emmen. Wat hij ook heeft tijd genomen om hier toch even dan een baanrecord hopelijk neer te zetten. Dat moet straks gebeuren. Ja, dat moet straks gebeuren. Vind ik echt leuk dat hij daarvoor tijd vrij maakt, ja. Oké, nou Michel, hartstikke goed dat jij bij ons te woord wilde staan. En we gaan het allemaal zien. Ja, nou succes jullie ook, hè, natuurlijk. Hè. Dankjewel.